zout. Niet alleen onmisbaar voor op je eitje. Het eerste zout in de Twentse bodem is hier gevonden, in de tuinen van kasteel Twickel. En sinds begin vorige eeuw is de koninklijke Nederlandse zoutindustrie begonnen met het winnen van het zout, in Boekelo. Mensen die daar kwamen werken, die gingen altijd weg met een verschrikkelijke dorst. Want de stofdeeltjes, dat is uiteindelijk zout, die kwam in het lichaam terecht. En dus, nou, zeg maar ze drinken, maar ze zopen zich er vast in water. Er waren natuurlijk ook wel eens problemen. Er was ook wel eens een moeilijke werken. Vooral als die droog is, verstoppingen gaat van de een naar de andere. Dan stond er nog hete lucht op en dan was het loeiheet, vooral in de zomerdag. En dan, dan waren die kletternat, dan moest je wel onder de douche naar de tijd. Ook die zoutkristallen, die beïnvloeden ook, die lossen op. En je had altijd zweetvoeten. Ja, nu heb ik er geen last meer van, maar toen wel. Waar het zout eerst nog met boortorens werd gewonnen, hebben die inmiddels plaatsgemaakt voor groene zouthuisjes. En een zoutwinningsput, dat is eigenlijk gewoon een holte, gevuld met water. Een zogeheten caverne. Begin jaren 30 verplaatste de zoutwinning zich van Boekelo naar hier, Hengelo. En inmiddels heet het bedrijf Nobian. Het mooie van de zoutwinning in Twente is dat je een kritische grondstof als natriumchloride zo belangrijk in zoveel verschillende producten laten terug te vinden die we nodig hebben voor onze gezondheid en voor het milieu, dat je die uit eigen bodem kunt winnen. Niet afhankelijk zijn van regimes waar je niet afhankelijk van wil zijn omdat het ver moet komen. Niet dat je het van ver haalt met ingewikkelde logistieke ketens zoals we geleerd hebben in de COVID-tijd. Gewoon een machtig mooi product uit eigen bodem, wat veilig en verantwoord al meer dan 100 jaar hier gewonnen wordt, dat te continueren, dat is super. Bij het ontharden van water, voor het smelten van ertsen, voor de bereiding van consumptieijs, voor het ontdooien van wegen, voor de zuivelindustrie en niet te vergeten voor de bereiding van soda. En dit is dan alleen nog maar zout. De toepassingsmogelijkheden van chloor bijvoorbeeld in de chemische industrie zijn talrijk. Daarnaast zit zout onder meer in geneesmiddelen, PVC-kozijnen, windmolenbladen en autobatterijen. Het gevonden zout uit de omgeving van Hengelo en Enschede wordt hier in deze fabriek verwerkt. Het overgrote deel is voor de chemische industrie. Slechts een klein deel vind je terug op je bord. Maar de bronnen in deze omgeving raken uitgeput. En daarom zijn er nieuwe locaties nodig. Want zout is van essentieel belang voor het voortbestaan van Nobian. Er zijn drie mogelijke plekken. Buurse, Sluitersveld en Haaksbergen. En die laatste is het meest interessant. Dat komt door de dikte van de zoutlaag en de geringe diepte waar deze op ligt. Je moet met allerlei facetten rekening houden. Onder andere met natuurgebieden, met de omgeving. En uiteindelijk is het zeer wel mogelijk om veilig en verantwoord zout te winnen in Haaksbergen. We staan hier niet op te wachten en ik denk dat er geen enkele inwoner die erop staat te wachten. We zijn bang voor de leefbaarheid in het gebied, de overlast die het met zich meebrengt en vooral wat het in de toekomst gaat brengen. In eerste instantie wilde Nobian 12 cavernes in de omgeving Haaksbergen. Maar na hevig protest van de omwonenden wordt het later bijgesteld naar 8. Wat ik heel vervelend vind, en onze werkgroep ook, is dat het nu gaat over 8 boorputten die ze hier willen slaan. Die zie je hier achter ons. Dit is het gebied. Maar er zit ook een fase 2 en een fase 3 aan te komen. Dan hebben we het over 12, 24, 36 locaties. Iets in de orde van grootte. Nou, dat betekent dus dat die hele strook richting de kerktoren die je daar in de verte ziet, dat volgezet wordt met boorlocaties. Nou, fraai wordt dat niet. Maar laten we zo zeggen, de praktijk bewijst het, meer dan 105 jaar veilige zoutwinning zonder enige problemen. Een betere referentie dat het zo is, kan ik me niet wensen. Ja, nou ja, waarom sta je dan onder verscherpt toezicht door SODM, Staatstoezicht op de Mijnen, zoals ik zei. Dus ik vind dat mooie praatjes, maar laat het dan maar eens zien. En wij hebben bij Economische Zaken aangegeven dat veiligheid boven alles gaat. Wat ons betreft zit veiligheid aan de voorkant en niet aan de achterkant. Want ik ken de discussies over garantiefonds, omgevingsfonds, dat soort termen. Mooi, maar wij willen het aan de voorkant dicht hebben. En als dat niet kan, als het niet veilig is, willen wij het gewoon niet. De Hoevenaren zijn bang voor verzakkingen en voor chronische toestanden. En die bodemdaling die gaat er komen ook. Want Nobian voorspelt zelf een bodemdaling van 11,5 centimeter in een tijdsbestek van 50 jaar.
En die mensen hier achterin, wat je hier rondom je heen ziet, ja, die zijn als de dood voor die verzakkingen. En dat wordt dan met een omgevingsfonds, met een garantiefonds en met een monitoring wordt dat allemaal in beeld gebracht. Allemaal leuk, maar die achterafschade zitten wij niet op te wachten. Het zijn geen zouthuisjes als in Hengelo. Deze zouthuisjes worden namelijk bijna 5 meter hoog en krijgen een verhard terrein eromheen. Weliswaar bedekt met kunstgras. Ondanks dat de huisjes groen zijn en een dak van mos hebben, zien de hoevenaren het niet zitten. De plannen zijn om de komende 50 jaar in dit gebied zout te gaan winnen. En als je dan straks hoevenaar bent en je kijkt rond, dan kun je eigenlijk geen kant meer opkijken dat je geen cavernen ziet. En daar zijn we bang voor. Er wordt altijd geluisterd naar de omwonenden en er wordt ook altijd wat mee gedaan. En op een gegeven moment is het natuurlijk wel zo dat mensen ook een beetje de feiten onder ogen moeten zien, zodat die kritiek ook op feiten is gebaseerd. En niet op uitsluitend emoties en misschien halve waarheden. Tot zover wat er bovengronds gebeurt. Want de zoutwinning vindt onder de grond plaats. Op zo'n 500 meter diepte zit hier een zoutlaag van 400 meter dik. De cavernes krijgen een diameter van 125 meter en een hoogte van 125 meter. Dit is 4 tot 5 keer hoger dan de huidige cavernes rond Hengelo en Enschede. Om een stem in het proces te houden, wilde het college in eerste instantie meewerken aan de plannen van Nobian. Maar daar gaat de gemeenteraad niet in mee. Daarom mag staatssecretaris Hans Veelbrief geen vergunning verlenen voor de zoutwinning. Ik geef vergunning en ik geef vergunning op basis van de wet. Dus ik kan niet zomaar zeggen van nou ja, ik heb toevallig vandaag een slechte dag, we doen het maar niet. Zo gaat het niet. En dat betekent grote zorgen voor Nobian. Want zoals ze zelf zeggen, hangt hun voortbestaan af van de zoutwinning. En komen 1400 banen op de tocht te staan. Daar gaan we gewoon nog even helemaal niet aan denken. Maar het kan desastreuze gevolgen hebben. Ik denk dat je niet moet denken aan dat je grondstof uit eigen grond, die je hier vandaan kan halen, wat zo essentieel is, dat je dat niet meer kan winnen. Ja, dat is geen scenario. Maar het gaat natuurlijk om de essentie van wat is veilig. En als het niet veilig kan, en dat heeft de staatssecretaris Veelbrief ook beaamd in zijn bezoek aan dit gebied, als het niet veilig kan, Sint-Isidorushoeve-Haaksbergen, dan kan het niet doorgaan. Als jullie er niet goed bij voelen, moet je het niet doen. Nou, daar houden we ons aan vast. En of dit zout binnenkort hier uit de grond komt, dat zal de komende tijd moeten blijken.